we zitten hier in het trainingscomplex van VV Spijkenisse. Jij bent hier wekelijks te vinden. Ja, ik ben hier sowieso 2 keer per week om keeperstraining te geven aan de jeugdteams. Aan de onder 23, onder 19, onder 17 en onder 16. En daarbij doe ik ook nog assisteren bij de onder 17. Ik ben hier denk 5 jaar geleden begonnen als stagiair met de F'jes. Ja, toen ben ik gewoon doorgegroeid hier in Spijkenisse en later zijn we dit echt serieus gaan doen. En toen ben ik dit met Jarno op gaan starten en we doen dit nu het 2e jaar dat we het echt serieus mee bezig zijn. Ik wil hier wel later wat mee gaan doen, dus nu wil ik vooral in de keepers investeren en mijn ervaring wil ik ook met hun delen. En ik wil het ook gebruiken als leermomenten voor mij voor later, dat ik daar hier ook nog mee wat kan doen. Goed, rollen. Staan. Instijden. Goed, jongen. Goed, rollen. Lekker. Ja, gooi maar. Goed terug rollen. Ja, lekker. Die kant hou je niet vast. Gooi maar. Ik ben in de C2 overgekomen van Excelsior. Daar heb ik 4 jaar gespeeld. Toen ben ik in de C2 gekomen bij Feyenoord. Daar heb ik 6 jaar in de jeugd gespeeld. En toen zo in A1 ben ik vaak mee gaan trainen met het eerste. En uiteindelijk ben ik daarbij gekomen bij het eerste. Toen ik dat hoorde dat Feyenoord mij graag contract aan wilde bieden, ja, vond ik dat hartstikke mooi. Ik had het zelf 2,5 jaar niet durven dromen. Omdat ik ook wel een tijdje in de dip heb gezeten bij Feyenoord. Maar als je dan zo eruit komt, ja, dat was wel mijn mooiste moment bij Feyenoord. En daar heb ik echt van genoten. Sinds dat ik bij het eerste zit, is mijn leven wel anders geworden natuurlijk. Weet je, je hebt een heel ander leven. Eerst ging je nog naar school en dus nu ga je trainen. En dan daarna ga je naar huis en ben ik heel veel aan het rusten en dat deed ik eerst niet. Ik was gewoon daarna nog heel veel buiten met vrienden. En nu pak ik wel heel erg mijn rust zodat ik weet dat ik klaar ben voor de volgende dag. En eten heeft daar ook mee te maken. Ik wil heel veel leren en dat heb ik ook gedaan van Kenneth en Brett. En ik heb de Johan Cruijffschaal gewonnen. Dat was een heel mooi moment. En daarna heb ik ook heel veel wedstrijden meegemaakt. En dan tot afgelopen woensdag heb ik daar ook heel hard voor gewerkt. En dat was daar wel het moment dat ik er wilde staan. Dat is wel je mooiste moment denk ik, uit je leven. Daar heb ik heel lang over gedroomd. En dat het dan mag gebeuren, dat is mooi. En ook nog voor zo'n mooi doel, ja, dat is heel mooi. Dat wil je eigenlijk elke week meemaken, dat je daar onder de lamp mag staan dan in een volle kuip. Nu ook goed gevuld, maar dan, nu had ik ook kippenvel laten staan dan. Je hebt dit seizoen ook een aantal wedstrijden meegespeeld met de Youth League. Hoe kijk je terug op zo'n toernooi? Ja, dat is ook wel een droom die je altijd wil spelen. Dat is een hartstikke mooi toernooi op het hoogste niveau wat je op die leeftijd kan spelen. Dus ja, dat is wel heel erg mooi om mee te maken. En ik denk dat we het als team ook goed hebben gedaan, dat we best ver zijn gekomen. De tegenstand is veel beter, het voetbal is anders. Je hebt allemaal verschillende clubs waar je tegen speelt die uit andere landen komen. Dus alles is anders. Hmm. En in Nederland heb je vaak wel hetzelfde wat je tegenkomt. Ja. En daar leer je ook wel heel veel van. Ja, goed jongen. Ik wil sowieso bij Feyenoord wil ik zeker nog langer blijven. En daar gewoon nog heel veel leren. En sowieso wil ik daar ook als eerste keeper komen onder de lat. En ik wil zo ver mogelijk komen met keeper. En eigenlijk gewoon het hoogste niveau halen wat er is. Ik heb niet echt een datum of iets dat ik dat wil doen. Maar ik wil wel zelf voor mezelf alles aan gedaan hebben om dat te halen. En als ik dat tegen mezelf kan zeggen en ik haal het niet, dan weet ik in ieder geval voor mezelf dat ik het gewoon goed heb gedaan. En als ik het wel haal, dan weet ik ook dat ik iedereen bij Feyenoord daar nodig voor heb gehad. En ook mezelf daar alles aan heb gedaan. Dus ik hoop het gewoon dat ik het heel erg haal.